Hey, goedemorgen, goedemiddag, goedenavond. Het is vast niet voor het eerst dat jij iets hoort of leest over programmeren. En heel veel coaches en sprekers hebben het over programmering. En eigenlijk zijn dat gewoon kleine scriptjes en soms wat grotere scripts in je brein, die ervoor zorgen dat je veel zaken op de automatische piloot uitvoert. Of voor een groot deel op de automatische piloot. Nou ja, conform scriptjes. En dat is natuurlijk super slim van het brein. Want anders zou je de hele dag alles heel bewust moeten doen. En dat kost ongelooflijk veel energie. En het leidt je aandacht natuurlijk af. En een heel simpel voorbeeld is natuurlijk, als je de eerste keer autorijles krijgt, dan ben je nog heel bewust bezig met schakelen en allerlei andere handelingen. En ondertussen moet je op de weg letten. En op een gegeven moment zit het erin als een gewoonte en let je niet meer op het schakelen en andere handelingen. Maar heb je veel meer oog voor de omgeving om je heen. Nou, programmeringen gaan over allerlei zaken. Want die gaan ook over hoe je naar de wereld kijkt. En hoe je naar jezelf kijkt. En wat je overtuigingen zijn. En vanuit die programmering handel je, als het ware. En krijg je bepaalde resultaten die vaak weer in overeenstemming zijn met die programmering en de overtuigingen die je hebt. Nou, even in de notendop, wel heel erg in de notendop. En heel erg, zoals ze dat wel eens noemen, platgeslagen. Maar waar deze podcast over gaat, is iets wat ik vaak zelfs al, dat is een rare zin, hè? Maar in de eerste sessie doe. Dat is namelijk scripten met mensen op basis van wat ze met me delen, waar ze tegenaan lopen. En ik had gisteren, merkte ik bij mezelf ook iets op. En ze noemen dat wel contrast. En ze, dan kan ik verwijzen naar allerlei, leraren die ik heb gehad. Het komt uit de wet van de aantrekkingskracht. Het komt ook uit andere stromingen. Eigenlijk duid ik aan met contrast dat je je bewust bent van iets wat je niet fijn vindt, of niet prettig of niet wenselijk. Het kan over alles gaan. Het kan over niet gerealiseerde doelen gaan. Maar het kan ook gaan over een gevoel dat je hebt of gedrag. Hè? Dingen uitstellen of niet gemotiveerd zijn. En ik merkte bij mezelf op dat ik de afgelopen, 2 weken of zo, of eigenlijk meer daarvoor, wat meer somber in de ochtend. Ik voelde me wat somberder in de ochtend. En ik stond op een manier waarvan ik dacht, ja, maar dit is niet wat ik fijn vind. En dat is dus het duiden als het ware van contrast. En wat we dan vaak gaan doen, wat best wel handig kan zijn, hè? Want soms kan je daarmee achterhalen wat de onderliggende oorzaak is. Maar we gaan vaak de waarom-vraag stellen. Dus waarom voel ik me zo? Waarom heb ik dat? En ik raad altijd aan, oké, als dat iets is wat belangrijk voor je is, dan doe dat even. Maar het is ook iets wat het brein makkelijk doet, in zo'n loopje terechtkomen, dat je jezelf die waarom-vraag gaat stellen. We gaan dan eigenlijk analyseren, verklaren. Hè, dat is ook wat de waarom-vraag doet. Maar het is maar de vraag of je kunt duiden en kunt concluderen wat de oorzaken zijn waarom je je op dat moment zo voelt, bijvoorbeeld. Ja, want heel vaak zijn er verschillende dingen die je misschien niet eens bewust weet. En daarnaast heb je daarmee het probleem nog niet opgelost. En in de coaching zegt ze ook altijd, in een van mijn eerste opleidingen tot life coach, dat coaches analyseren oplossingen in plaats van problemen. Nou, soms voelt het even goed. Ik heb het ook even gedaan. Ik kon het wat dat betreft heel makkelijk duiden. Ik heb het er volgens mij wel eerder over gepodcast, dat ik een aantal weken echt een slaapgebrek had. Dat er elke nacht echt dingen gebeurden, waardoor ik wakker was, maar ook vol adrenaline. En op een gegeven moment merkte ik dat gewoon. En dan gaat je brein op een gegeven moment in de energiebesparingsmodus. En dat betekent heel veel. En daar heb ik meerdere podcasts over opgenomen. Als ik hem zo direct kan vinden, zal ik even een linkje hieronder zetten. Wat je brein doet als je moe bent. Hè, want dat kun je herkennen, dat had ik dan nog niet. Maar bijvoorbeeld een kort lontje of vergeetachtigheid. Of dat je gevoel wat vlak is.
Of dat je niet meer zo heel erg kunt genieten van dingen. Maar dat je ook wat sneller je zorgen gaat maken, wat negatiever ingesteld bent. Dat heeft er ook mee te maken dat het brein, in de modus gaat staan van overleven. En voor overleven is het belangrijk dat je ziet wat de mogelijke bedreigingen zijn. En dus dan lijkt het alsof je wat negatiever ingesteld bent. Dat is ook de primaire taak van je brein, om jou te laten overleven, hier moet zo te zeggen. En het gaat energie besparen. En hoe tegenstrijdig dat soms ook voelt, maar ook positieve dingen en energie daaraan besteden kost ook energie. Dus vaak gaat je brein proberen het een beetje vlakker te maken. Net als dat een telefoon dat ook doet. Hè? Als je telefoon op de energiebesparingsmodus gaat, dan zie je ook dat de prestaties verminderen. Dat er processen worden vertraagd of afgesloten. De essentiële processen en apps blijven draaien om zo lang mogelijk met die batterij te kunnen doen. Dat. Nou goed, voor mij was het makkelijk om te duiden wat maakte. En daarna waren nog een aantal andere dingen. En dat heeft gewoon te maken met dat er de afgelopen tijd in mijn familie een aantal heel ernstige incidenten waren. En daar ben ik gevoelig voor. Ja, wie niet zou ik bijna zeggen. En dat triggerde een deel in mij. Ik denk toch wel angst. En een deel van mij, en je kunt ook koppelen aan emoties, die zich heel erg bewust werd van de kwetsbaarheid van het leven, om het zo te zeggen. En de angst voor verlies. Dus ik kon het heel erg makkelijk duiden van wat waren oorzaken. Alleen nogmaals, dat wil niet zeggen dat je er dan iets mee kan doen. Hè? Zeker niet met dingen die nou eenmaal in je omgeving gebeuren. En natuurlijk wel de manier waarmee hoe je ermee omgaat. Maar wat ik dan heb gedaan, is dat een rare zin? Ik wilde iets twee dingen tegelijk zeggen, maar dat lukt natuurlijk niet. Maar wat ik dan doe, wat ik dus ook met mijn klanten doe, en ik heb het opgenomen, ik heb het uitgeschreven, maar ik ga je er alvast iets over vertellen, is scripten in de gewenste richting. Want in mijn geval draaide er een programmaatje, een scriptje, waarmee ik opstond. En je kunt het ook zien dat door de dingen die waren gebeurd, zijn er delen in mij getriggerd. Wat ik al zei, angsten bijvoorbeeld. Een kant die de kwetsbaarheid van het leven heel erg ziet en misschien wat somberder is en wat meer in negatieve of doemgedachten kan denken, zullen we maar zeggen. En daarmee sta je dan op als een soort van programmaatje. En dat draait zich af totdat jij het verandert. En dat gaat over allerlei dingen. Ik geef zo meteen nog een aantal andere voorbeelden van klanten. Maar dit was die van mij. En ik ga dan scripten. En dat doe ik met behulp van een methodiek uit de oplossingsgerichte coaching. Maar ook uit de wet van de aantrekkingskracht. Ik hou ervan om een beetje te spelen met dat soort dingen. En het gave is dat je dan, in mijn geval denk ik dat ik 25 minuten of zo was ik bezig, dat je dan als het ware een nieuw scriptje schrijft. En je brein is echt zo mega slim. En daarom heb ik het ook altijd over dat ik coach op basis van de kracht en het potentieel van je bewuste en je onbewuste brein. En met behulp van de logica achter de wet van de aantrekkingskracht. Maar je brein heeft zo'n mega potentieel. Dus als je dat gaat doen, dat scripten, merk je ook meteen effect. En dat is het mooie. Ik merkte vandaag meteen dat ik compleet anders opstond. En me compleet anders voelde. En ik noem het even een beetje globaal, hè, want scripten gaat helemaal niet over globaal, maar meer over specifiek. Maar tevredenheid, vertrouwen, optimisme, positieve opwinding. En dat is echt heel anders. En je kunt je voorstellen als je je dag zo begint, hè, dan heb je bij wijze van spreken ook andere kanten die meer voor je bus zitten. Dat je je dag ook heel anders ervaart en dat je een heel ander energieniveau voelt dan wanneer je wat somberder en wat negatiever opstaat. En het goede nieuws is dat je je brein bijzonder makkelijk kunt scripten. Maar zolang jij niks verandert aan het script of het programma, hoe je het ook wil noemen, dan blijft dat draaien. Want
Net als met een computerprogramma. Het computerprogramma op zichzelf, en natuurlijk verandert dit nu heel erg met AI, maar laten we die heel even nog parkeren. Maar het computerprogramma op zichzelf, dat is een programma wat draait. Dat wordt opgestart en dat heeft een aantal, scriptjes als dit dan dat. Nou, maar het is niet de programmeur op zichzelf. Hè? Als je het wil veranderen, dan heb je een programmeur nodig die dingen gaat aanpassen. En dat is met je brein ook. Het programma op zichzelf gaat zichzelf niet veranderen. Daar heeft het input voor nodig sowieso. Maar jij bent de programmeur. En nogmaals, dat is niet per se makkelijker dan je denkt. Want dat woord zou ik absoluut niet gebruiken. Ik zou zelfs zeggen, het is behoorlijk lastig en moeilijk voor de meeste mensen. En dat is ook goed nieuws. Omdat juist als je moet nadenken, dan ben je al in het proces van verandering. Want juist, je moet je een voorstelling maken van hoe dat scriptje dan wel zou moeten werken. En waartoe het zou moeten leiden. Wat voor resultaat het zou moeten geven, om het zo te zeggen. Dat is ook het werk. Dat is coaching. Nogmaals, ik heb dat voor mezelf gedaan. Ik heb dat opgeschreven en opgenomen met de uitleg voor jou. En ik combineer daarbij oplossingsgerichte coaching scripten. En voor de mensen die het interessant vinden, de wet van de aantrekkingskracht. Maar ook de logica erachter. Dus mocht je zeggen, ja, maar ik ben niet zo van dat zweverige. Ik maak over het algemeen alles logisch. En dat. Dus mocht je zeggen, ik wil dat ook. Dan heb ik voor een heel laagdrempelige prijs, want dat is ook wat ik graag wil, dat het toegankelijk is voor zowel bijna iedereen, heb ik dat voor je opgenomen en kun je dat gewoon bij me bestellen. Voor alles geldt overigens, want die vraag krijg ik regelmatig, hoe lang kan ik erbij? Tot wanneer heb ik toegang? Nou, altijd. En dat wil zeggen, stop ik met mijn bedrijf, dan kun je het gewoon downloaden. Omdat ik van mening ben dat de tools die ik deel, of de programma's met de tools, die kun je continu hergebruiken in verschillende situaties. En dan vind ik het fijn dat je er gewoon bij kunt wanneer je dat wil. En dan heb je een soort van, ja, het is echt heel cliché wat ik nu ga zeggen, een soort mentaal gereedschapskistje, om het even zo te zeggen. Een creatievere uitleg heb ik nog even niet. Ik ben op dit moment ook mijn webshop aan het, herorganiseren. Ik heb namelijk heel veel van dit soort tools voor mijn klanten beschikbaar in mijn online academy. Maar heel veel dingen niet in mijn webshop en het staat er eigenlijk op een heel onduidelijke manier. Niet goed beschreven. En daar ben ik nu bezig. Niet in mijn eentje, want het is niet mijn talent. Dus weet dat dat zo is. Dus er komen nog veel meer tools beschikbaar. En ook vooral dat ik uitleg wanneer en waarvoor kun je het gebruiken. Ga ik nu dan ook even doen. Ik ga je een aantal voorbeelden geven vanuit mijn coachpraktijk. Vanuit de 1-op-1 sessies en de groepjes die ik begeleid. Om je een beeld te geven, wanneer kun je dit nou doen? Nou, in echt de meeste gevallen. Als je alleen al naar mijn homepage gaat, wendyborst.nl, staat een opsomming van de meest voorkomende problemen waarmee mensen bij mij aankloppen. Het zijn niet alleen problemen, maar het zijn ook vooral ook verlangens en wensen. Nou, dat hele rijtje kun je doornemen als je daar zin in hebt. Maar ik ga er nu een paar uithalen. Ik begin even met een ogenschijnlijk best wel grappig voorbeeld van een klant en die zei dat ze met haar vriend, man, ik weet even niet meer of ze getrouwd is of niet, dat is niet zo relevant natuurlijk, vaak gedoe had dat hij vond dat ze zo aan het zeuren was over van alles. En in dit geval gaf ze een voorbeeld van dat ze zei, ik raak gewoon geïrriteerd hoe die de vaatwasser inpakt. Gewoon niet economisch of efficiënt en ja, en ze zeggen, ik irriteer me daar gewoon aan. En dan krijgen we dan gedoe over. Of dan ga ik dat opnieuw doen. Dat vindt haar natuurlijk helemaal niet leuk. En ik vroeg haar toen ook naar, beschrijf me gewoon eens even in het kort, hoe gaat dat nu? Dus beschreef als het ware het huidige script. En we hebben samen, ik start altijd met, wat is je verlangen? Hè? Wat is je visie of je doel. Nou, in haar geval was het gewoon eventjes heel plat gezegd, hè, want dat deden we nog een stukje specifieker. Een liefdevolle relatie met haar man of vriend. En wat dat precies was, dat hebben we natuurlijk ook met z'n tweeën besproken. Dus ze tilde hem even naar boven, naar het doel.
De visie, ja, want de manier waarop ze dan met die vaatwassen bezig was, dat is een soort gehanteerde strategie die niet leidt tot wat ze wil. Maar het uitgangspunt is natuurlijk wel dat je weet wat je wil en wat belangrijk voor je is. Nou, en vanuit daar zijn we, en natuurlijk is dit heel specifiek, de vaatwasser. Ze zei, dit is één van de dingen, maar dit gaat over heel veel andere dingen. Hebben we een scriptje geschreven op basis van haar doel. Dus eigenlijk ook een nieuwe strategie. Hoe het eruit zou zien als het probleem was opgelost. En ze appt ook de volgende dag. Ze zegt, het werkt exact. Ze zegt, tot in detail. Het is inderdaad net alsof we een script hebben geschreven. Net als een acteur die een script krijgt en die dat letterlijk overneemt en doet. En daarom is scripten ook, ik noemde dat er straks al, niet makkelijk, eerder moeilijk, omdat je even uitgedaagd wordt om je een voorstelling te maken. En de een kon het heel makkelijk doen qua visualiseren of het voor zich te zien, en de ander heeft er meer moeite mee. Maar wel om een nieuw scriptje te maken, conform je verlangen, conform wat je wel wil. En dat is ook, hè, we zijn vaak geneigd, het is makkelijker om te zeggen wat je niet wil. En wat je wil vermijden, dan te vertellen wat je wel wilt. En ik geef je ook één leuk voorbeeld, vind ik zelf, die blijft bij me. Die vond ik zo treffend en dat is zo lang geleden. Toen was mijn dochter, die is nu, die wordt 30 dit jaar, die is 29. Maar die zat nog op zwemles, was dus nog heel klein. En ik weet nog wel dat wij als ouders konden meekijken achter een raam. En heel veel ouders zeiden van, oh nee, er is er weer eentje gevallen. En ze gleden uit, want die kindjes die renden bij het zwembad, maar het was glad. Dus nou, bijna elke keer ging iemand wel onderuit. En wij zeiden vaak, niet rennen, hè, of iets in die strekking. Ik had toen zakelijk een training sturen op gewenst gedrag. En daar leerde ik dat de woorden niet en geen worden overgeslagen door het brein. Stel je maar eens voor dat jij in de stad loopt met iemand en diegene zegt, niet naar links kijken. Wat gebeurt er dan met je hoofd? Die gaat naar links. En ze vertelde toen, je moet specifiek zijn in wat je wel wilt. En ik dacht, ik ga dat eens proberen. En ik had dat met een paar ouders gedeeld. Dus ik ging naar de kinderen toe, vanuit de kleedkamer. En ik wees aan, ik zeg, vanaf dat punt daar moet je rustig lopen. En het grappige is dat je ook ziet dat kindjes dat dan even voor gaan doen. Wat dat dan is, dat rustige lopen. Nou, wij gingen dus achter het glas kijken. En allemaal vanaf dat punt gingen ze rustig lopen. Dat is net als pubers. Ik noem pubers, sorry dat ik jullie even in een vakje stop. Maar die bijvoorbeeld thuiskomen en hun rugtas in de gang flikkeren. En daar ligt een schoen en daar ligt ook een schoen. En nou, hè. Dan zie je dat je snel geneigd bent om te zeggen wat je niet wilt. En te zeggen wat je, of te benoemen waar je van baalt of wat je irriteert. Maar ook daarvoor geldt sturen op gewenst gedrag. Aangeven wat je wel wilt. Dus op dat moment benoem je dus een soort gewenst scriptje voor de ander. En zelfs bij kinderen helpt het ook om, nou, om soms ook te delen waarom dat voor jou zo belangrijk is. Of wat hij daarmee toevoegt voor jou. Dat maakt ook dat, dat iemand niet alleen maar dat doet omdat je zegt dat het zo moet, maar snapt wat dat bijvoorbeeld voor jou betekent. Maar dat is weer een ander verhaal. Als je dat wil leren, dan ga naar mijn online training Communiceren kun je leren. Want daar leg ik je dat soort dingen allemaal uit. Maar ik vertelde je al, de woorden niet en geen worden overgeslagen. Dus met scripten geldt exact hetzelfde. Je start vaak met die waarde van contrast, hè? Zo noem je dat, dat je gaat bewust worden van de dingen waar je tegenaan loopt, wat je niet wil, wat ik al vertelde, somberder uit bed stappen, geneigd zijn om wat negatief te denken, om je zorgen te maken. Ik noemde nog een paar andere zo meteen dan, van klanten. En dan ga je scripten. Scripten is altijd in de gewenste richting. En het kan in stapjes dat je eerst de richting pakt. Dus dat je al kijkt naar de verbetering en dat je daarna steeds specifieker wordt. En dan heb je hem. En ja,
Het is gewoon logica. Want zo werkt je brein, zo werkt je computer, zo werkt je telefoon, zo werkt AI. We hebben nodig wat we wel willen. Oké, ik heb je beloofd om nog wat andere voorbeelden te geven. Ik had vorige week een klant die zat bij me. En die zei, als we het dan hebben over opstaan, dat ze meteen aanstaat. Ze zei meteen, echt, ik doe mijn ogen open en onmiddellijk denk ik aan wat ik nog allemaal moet doen. En haar bewegingen werden ook heel, ik noemde dat staccato, zo tok, 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 tok. En dat doen, en dat doen, en dat doen, dan ga ik dat doen. En, oh man, ik voelde hem gewoon, ik zag het aan haar lichaam. En ze zei ook, dat voelt ook als, stress of meteen hoppakee in de actie en het voelt wat geforceerd. En nogmaals, je zag het aan haar lichaamshouding. En ze vertelde over haar dag hoe dat dan ging, hoe ze dat ervaarde. En dat was dus ook iets wat ik heel erg veel zie en hoor in mijn praktijk. Dat mensen zeggen dat ze opstaan en meteen aanstaan. Bam! En dat is ook wel een kenmerk van mensen die veel denken. Ik heb veel mensen in mijn praktijk met het label begaafdheid, hoogbegaafdheid of hoogsensitiviteit, overactief brein, ADHD, ADD. Nou, ik kan nog wel doorgaan. Het zijn natuurlijk allemaal maar labels, maar er zitten vaak wel een aantal kenmerken die mensen dan herkennen. Nogmaals, ik label niet, ik stel geen diagnoses, hè, want ik ben een coach, maar ik coach wel heel veel mensen die kenmerken hebben van in elk geval een druk brein, creatief brein, overactief brein. En bam, die staat aan. En die denker gaat aan het stuur zitten, bij wijze van spreken. Of de innerlijke pusher, of de coördinator, of de innerlijke controleur. Ja, en dat voelt niet heel ontspannen. Dus met haar ben ik ook gaan scripten van wat ze ervaarde, wat ze niet fijn vond. Zijn we gaan scripten. En het werkt. Het is echt briljant. Ook, ander voorbeeld, sollicitatiegesprekken. Ik heb nu wat minder, maar een periode veel mensen, er waren nog aardig wat vraagstukken gecoacht als zij een nieuwe baan wilden en solliciteren. Omdat veel van de mensen aangaven, ik moet mezelf verkopen of moet ze overtuigen. Maar dan ga je als een soort van ongelijkwaardigheid, zeg maar, het gesprek in. En dat is ook een scriptje. En vaak hoort daarbij dat ze zenuwachtig op de woorden gaan letten, niet helemaal zichzelf zijn. En alleen al door ze een ander beeld te geven van, maar wat is jouw doel dan eigenlijk als je naar een sollicitatiegesprek gaat? En door al een andere mindset aan te nemen van, je gaat daarheen om te ervaren en te kijken en te bevragen of de plek, de mensen, de rol, de functie, de taken een match zijn voor jou. En doordat je dus een ander scriptje schrijft, dus in vergelijking tot ik moet me verkopen en ik moet me zo overtuigen. Dan ga je scripten. Ik wil een aantal dingen weten van het bedrijf. En die haal ik niet uit de website. Die haal ik niet. Wat voor vragen heb ik om antwoord te krijgen op de vragen die voor mij, om antwoord te krijgen die voor mij belangrijk zijn. En ook als je een scriptje maakt, dat je bijvoorbeeld het bedrijf binnenloopt en dat je om je heen gaat kijken. Goh, hoe voel ik me eigenlijk hier? Hoe gaan de mensen met elkaar om? Hoe word ik ontvangen? Wat voor sfeer hangt hier? Wat voor cultuur denk ik dat hier heerst, om het even zo te zeggen. En dat je gaat ervaren, om heen gaat kijken. Dat je nieuwsgierigheid hebt en voor jezelf een beeld wil hebben of het een match is met jouw persoonlijkheid, met jouw waarden en met jouw competentie, je ervaring, je kennis. Dus, en dat geeft een compleet andere ervaring. Compleet ander gesprek. En dat is dus ook een vorm van scripten. Maar ook als je merkt dat je bijvoorbeeld in relatie tot een partner, een liefdespartner, man, vrouw of vriend, vriendin, whatever, merkt dat jullie veel ruzieën of dat je het gevoel hebt dat je eerder huisgenoten bent geworden of continu moppert of wedstrijdje wie het meeste doet. Of je niet gezien of gehoord of gewaardeerd voelt. Of een soort huishouden aan het runnen bent. Waarbij het gevoel hebt dat het wel heel ongelijkwaardig verdeeld is. Of dat je het gevoel hebt dat je dichtklapt. Hè? Dus dat de ander in jouw ogen verbaal sterker of dominanter is. En je niet kan zeggen wat je zou willen.
Dichtklappen is iets wat mensen letterlijk en figuurlijk heel vaak zeggen. Nou, dat zijn ook van die voorbeelden waarbij er dus een scriptje draait. En dat scriptje gaat ook over de persoonlijkheidskant. Ik noem het wel eens de dichtklappen versus de dominante verbale personen, om het zo te zeggen. Dat zijn ook scriptjes. En die kun je dus als het ware ook veranderen. Ook in relatie tot andere mensen. En je kunt niet de ander veranderen, maar je kunt wel het patroon of de dynamiek die tussen jullie bestaat beïnvloeden. En dat gaat dus ook weer over scriptjes. Maar ook mensen, en dan hebben we het toch weer een beetje over het opstaan, dat ze het gevoel hebben dat ze te weinig richting hebben in hun leven. Of te weinig passie voelen. Of eigenlijk niet zo heel goed weten van, ja, ik kan van alles doen vandaag, maar er is niet iets waarvoor ik uit mijn bed spring. En in mijn praktijk geven mensen aan dat het iets is wat ze wel verlangen. Dat ze hun ogen open doen en zin hebben in de dag. En dat ze weten wat ze te doen staat. En dat ze dus naast de dagelijkse dingen ook, klinkt een beetje gek misschien, een beetje vaag, maar constructief werken aan iets groters. Dus richting hebben en een perspectief hebben. En meer plezier bijvoorbeeld in het leven hebben. Dat is iets wat ik heel veel hoor. En ook een prima leven. Ik zeg ook altijd, een prima leven is de grootste vijand van een geweldig leven. Dat mensen aangeven, ja, ik heb eigenlijk alles om gelukkig te zijn, maar toch, ik mis iets. En dan hebben we het toch vaak over passie of verbondenheid, of gelijkgestemdheid of connectie of iets hebben waar je hart sneller van gaat kloppen. Dat zijn allemaal dingen waar je te maken hebt met scriptjes. Scriptjes die jou niet geven of te weinig van wat je wilt. Dus daar gebruik ik het voor. Ik zit even nu te spieken in mijn boekje, want ik had een paar dingen opgeschreven. Ja, niet fit opstaan hoor ik veel of te weinig energie hebben. Angstig voelen. Geen planning hebben. Geen richting of te veel een planning hebben. Onrust. Niet bepaald uit je bed springen, die had ik al. Geen passie voelen. Uitstellen hoor ik ook veel. Te veel slecht eten, te weinig bewegen, te veel scrollen op social media. Het zijn allemaal scriptjes. Het zijn allemaal automatische programmaatjes, om het even zo te zeggen. Maar ook niet met je aandacht in het nu, te veel in het hoofd zitten. Te veel nadenken, zelfs overdenken, twijfelen of overanalyseren. En wat ik ook vaak hoor van mijn familie, mijn gezin, mijn dierbaren, mijn vrienden, partner. Als het ware een beetje verwaarlozen. Dat ik te weinig tijd en aandacht voor ze heb. Datzelfde geldt ook voor mensen zelf. Dat ze te weinig voor zichzelf de tijd nemen en de dingen doen waar ze van houden. En dat het elke keer verschuift naar in de kantlijn. Van als dat af is, dan... Oké, mensen die zich niet gezien en gewaardeerd voelen. En zo kunnen we dus wel doorgaan. Ik heb de meeste voorbeelden dus op mijn homepage staan. Twijfelen aan jezelf is bijvoorbeeld ook zoiets. Of je onzeker voelen. Nogmaals, ik kan doorgaan. Maar dit zijn allemaal problemen of dingen waar je tegenaan loopt. Waar je te maken hebt met scriptjes. En ik heb dus een scriptje voor je opgenomen. En een aantal andere voorbeelden. Soms hoef je niet eens je scriptje zelf te herschrijven, omdat je denkt, ja, maar oké, dit lijkt op die van mij. En die kun je gebruiken. Mijn regel is ook een beetje de drempel weg te nemen. Pak gewoon één ding. Je kunt beter één scriptje, bijvoorbeeld hoe je wilt opstaan, hè, of wat het betekent als je meer in het hier nu bent en met je aandacht in het hier nu of meer geniet, goed herschrijven. Dan dat je de 20 pakt en allemaal een beetje doet. Want je kunt wel zeggen, als je bijvoorbeeld niet fit opstaat, ik sta fit op. Maar daar heeft je brein geen zeggen, maar die heeft er geen boodschap aan. Ik sta fit op. Ja, dat is geen scriptje. Stel je maar voor dat acteurs een script krijgen en er staat op, ik sta fit op. Dan zullen ze daar zelf betekenis aan geven en... Daar moeten ze zelf over nadenken. Van hoe ziet dat eruit als je fit opstaat? Dus zij moeten zelf die vertaalslag maken. Maar in een normaal script, om het zo te zeggen, staat hoe dat er dan uitziet. Wat diegene doet of zegt. Nou, en daar gaat dit ook over. Van als je de 20 hebt en je maakt het een beetje vaag. Dat is net met de wet van de aantrekkingskracht. Ik ga je daar nog een leuk voorbeeld van geven. Vind ik zelf. Ik zeg wel eens, be careful what you wish for.
Ik was dit met een vriend van ons jaren geleden aan het doen. En die is ondernemer. En die zuchtte van... had zo druk. Hij zou wel eens een week niets willen. Een week gewoon niets willen. Vrij. En het is bijna niet te geloven. Ik weet het. Maar ja, het is nou eenmaal wel zo. Hij kwam op een gegeven moment bij ons. En hij keek ook niet blij. En hij zei, nou, dat is gelukt hoor. Het is gelukt. Ik heb een hele week niets, zegt hij. Op de een of andere manier, zegt hij, zijn al mijn afspraken geannuleerd. Of, er waren allerlei oorzaken, maar het resultaat was, hij had niets in zijn agenda een week lang. Maar toen begon hij, dat hij het helemaal niet leuk vond. Hij zegt, van, nou heb ik ook geen inkomen. Ja, dus. En hij ging toen opnieuw de wet van aantrekkingskracht gebruiken door specifieker te zijn in wat hij wilde. En hij heeft toen iets geformuleerd, wel wat specifieker dan dat ik dat nu vertel, dat hij een bepaalde periode vrij wilde en hij benoemde wat dat dan was, maar met behoud van inkomen. Dat was voordat corona kwam. En hij was ook heel erg moe, zei hij. Dat het bijna even niet meer vol, had gewoon echt zoveel te doen. En toen kwam corona en hij kon zijn werk niet meer uitvoeren en hij kreeg een vergoeding. Dus be careful what you wish for, dus wees wel specifiek. Want anders gaat je brein als het ware het zelf invullen, er zelf betekenis aan geven. Of het valt gewoon terug op het oude scriptje. En als je werkt met de wet van de aantrekkingskracht, nou ja, dan zul je zien dat je soms dit soort dingen krijgt. Nou, ik hoop dat je hier al iets mee kan. Als jij zegt, oké, maar ik vind het nog best wel wat ingewikkeld en ik wil wel wat kaders hebben of wat hulp of wat inspiratie of doe dit eventjes met mij. Ik doe dat met jou met behulp van de opname van hoe je dit kunt doen. En ik kan ook meer scriptjes hier inzetten. Ik bied het aan voor een lage prijs. En dat is ook zoals ik mijn academy aan het, of eigenlijk mijn webshop aan het herbouwen ben. Dat het een collectie wordt van korte coachmethodes die je bij jezelf kan doen. Eigenlijk kun je het zo zien dat tijdens mijn 1-op-1 sessies en groepjes gebruik ik coachmethodieken. En bepaalde vragen en bepaalde technieken. En die technieken en die vragen en die methodes, maar ook hele trajecten, die heb ik ook online beschikbaar gemaakt. Omdat je dan ook de gelegenheid hebt om daar zelf mee te werken. Dus vandaar dat ik dat in mijn webshop wat anders ga opdelen. Omdat je verschil hebt tussen deze tool. Hè. Dit is één losse coachtechniek, zal ik het maar even noemen. Maar je hebt natuurlijk ook hele trajecten. En dat noem ik dan een programma met stappen. Dat is gewoon een heel proces. Maar goed, dat wordt beter georganiseerd en makkelijker en overzichtelijker. Ik zal nu het linkje wel even hieronder voor je neerzetten. En bij alles wat ik online aanbied, geldt dat je dat kunt doen helemaal alleen. Do it yourself. Maar dat je het altijd kunt combineren met een stukje persoonlijke begeleiding van mij. En dat kan in het klein en dat kan in wat groter. En wat ik daarmee bedoel, is je kunt dat doen door bijvoorbeeld te zeggen, ik ben bezig met het scripten. Maar ik heb behoefte aan dat je met me meekijkt, mij even coacht hierin of mijn script doorneemt en beter maakt. Dan kan dat. Dan boek je bijvoorbeeld tijd bij mij. En ik kan dat heel snel. Dus zeg een half uurtje. Maar dan moet je me gewoon even mailen of appen. En dan breng ik die tijd in rekening. Je kunt ook zeggen dat je zegt, ja, maar ik wil gewoon even een persoonlijke sessie met jou. He, online, ik gebruik dan Zoom daarvoor of in mijn praktijk. En dat kan dan vanaf een uur. Mijn sessie duurt meestal 1,5 tot 2 uur. Maar met een uur kom je ook al heel erg ver. Dus dat is ook een optie. Ik heb ook best wel wat mensen die online zelf iets gaan doen. En dan een datum in mijn agenda boeken. En dan mailen ze vaak in dat veld waar je in kunt typen. Dat ze dan hun huiswerk met mij willen bespreken. Dus dan creëren ze eigenlijk als het ware een stok achter de deur. Een soort deadline, zodat ze zichzelf motiveren om daarmee bezig te zijn. Oké, ik zet linkje hieronder voor jou. Ik vertelde je ook over het brein wat in de energiebesparingsmodus gaat en wat dat dan betekent. Je kunt op mijn YouTube-kanaal of Spotify, Apple of waar je dan ook
mijn podcast luistert, zoeken hè, op brein of energie, tekort, vermoeidheid. En dan kom je wel bij de verschillende podcasts die ik opnam daarover. Maar ik zal ook even voor je kijken of ik er één of twee even voor je uit kan vissen en een linkje erin zetten. Als je daar meer over wilt weten. Scripten is echt briljant en daarmee gebruik je de kracht en het potentieel van zowel je bewuste als je onbewuste brein. En als je bezig bent met de wet van de aantrekkingskracht, dan kun je dat ook gebruiken. Super gaaf en leuk om te doen. En je wordt er, dat ga je ook merken, steeds slimmer en beter in. Alleen al de focus verleggen van wat je niet wilt en de woorden niet en geen vermijden, dat helpt je al om je hoofd in de goede richting te zetten. Nou, ik hoop dat je iets aan had. Laat het weten als dat zo is. En als je mij wil helpen mijn podcast te laten groeien, dan laat een reviewbeoordeling achter op Spotify of Apple. Ben ik erg blij mee en vergeet je niet te abonneren op mijn YouTube-kanaal. Ik wens jou een hele mooie dag en heel graag tot de volgende podcast.